we hebben vandaag de dag hebben we alle mogelijke tools, platformen, alle mogelijke technische middelen om fantastische verhalen te brengen. En de aandacht gaat vooral naar die middelen toe. Maar de kracht zit hem gewoon altijd in kleine mensenverhalen. En die kleine mensenverhalen, die moeten naar buiten komen. En dat zijn verhaaltjes die echt iemand kunnen raken. En dat zijn echte kleine, authentieke verhaaltjes waarin dat je niet kunt verstoppen achter belangrijke theorieën of achter grootse ideeën. Maar dat zijn gewoon verhalen die heel erg duidelijk illustreren wie je bent, wat je doet en waarom je bepaalde dingen doet. Het is heel belangrijk als je een idee of een geloof of een theorie of een bepaalde verandering binnen een bedrijf wil teweegbrengen, dat je impact creëert op uw werknemers, op je peers, op je investeerders. En die impact kun je alleen maar krijgen als mensen zich kunnen een bepaalde empathie hebben voor jouw verhaal, een bepaald gevoel krijgen bij jouw verhaal. En een gevoel in een verhaal kun je steken door juist bij kleine dingen te blijven, kleine verhaaltjes te vertellen. Kleine verhaaltjes waaraan iedereen zich kan herkennen, waarin emotie zit, waarin een bepaalde authenticiteit zit. Dat zijn verhalen die altijd impact geven. Bijvoorbeeld, ik geloof heel erg in het wabi-sabi-principe. Dat is een Japanse stroming die van het zen afkomt. En dat is eigenlijk dat de perfectie ligt in kleine imperfecties. En dat schoonheid gevonden wordt doordat er kleine foutjes in zitten. En je kunt dat zowel op gebouwen of architectuur als op mensen of als verhalen. Maar iets is pas echt of iets is pas krachtig of iets is pas inspirerend als daar ook kleine fouten in zijn. Want dan, dat maakt het net echt. Ik wil wel over 10 jaar beter zijn dan ik vandaag ben. En ik ben goed op weg, denk ik. We leren heel veel, maar het belangrijkste is, denk ik, om door de projecten die je doet, jezelf te kunnen ontwikkelen. Als je ergens om geeft, maak je wel eens ruzie over. En ik kan bijvoorbeeld met klanten best wel af en toe in de clinch liggen, of vroeger op mijn werk. Maar dat is gewoon omdat je daar om geeft. En de dag dat ik dat niet meer zou doen, of ergens niet meer kwaad om zou worden, dat zou voor mij betekenen dat je ergens niet meer echt om geeft. En dan, ja, kan ik beter iets anders gaan doen of ermee ophouden.